welkom bij weer een andere rit. We gaan vanaf Benthuizen naar Veenendaal. Eigenlijk net iets achter Veenendaal. We moeten in de Klomp zijn. Dat ligt naast. En ja, dat is een ritje. Voor ruim een uur. Het is vandaag 11 maart. Het is 12 uur. Het is 8 graden. Het waait keihard. En we zijn volgeladen, dus we waaien niet zomaar even van de weg af. Momenteel met een 1360er Toutliner. Dat is straks wel even wat trickier als ik leeg ben. Maar goed, ook dat moet te doen zijn. We kunnen qua weer alles verwachten, zoals regen, hagel en eventueel wel sneeuw. Het heeft in het zuiden van het land al gesneeuwd vandaag. Grote verkeerschaos geweest, nou ja, groot, maar eigenlijk wat aardig wat opstoppingen. Limburg. Of
20, 28. Dan laad ik. Opleggen is wel lichter nu, want ik heb nu een tuitlijner erachter en geen koel trailer. Dat scheelt er een paar duizend kilo. Vitamintjes er binnen te werken. Een mandarijntje gebeld, ook een stukje. Hier, pak hem. Lekker man. Heerlijk. Ja, zo achter de glas is het weer nog best wel lekker hoor, zo met het zonnetje.
vanmorgen inderdaad al een paar buien gehad. Nu niet. Dus lekker. Windje mee, ook niet verkeerd even. Zo, ik denk dat daar een paar in een bakje aan die windmolen. Maar niet gezien. Wat met die wind? Lijkt wel gek. Je hebt het niet goed gezien, maar even terugspoelen. Kan je het zien. Zie je die drie windmolens? Dan die, ah nee, het zijn er vier zelfs volgens mij. Ik geloof de ene laatste, daar, die stond stil. Hingen ze in een bakje onder. Ik denk nou, toch waar, ze hebben even een metertje of 20, 30 van de grond af. In die wind, lekker joh. Heerlijk.
Ja, je zult aan de camera ook wel merken, we schommelen een beetje aan het beeld. Dat is echt van de wind. Lekker op stukken open land en naast mij is een aardig stukje open land. Ja, dan merk je het wel. Niet rechts naast mij, hè, dat zie je wel, dus dan kunnen een geluidsmuur. Maar links, open land richting Reeuwijk. Ja, als daar de wind even overheen giert, dan voel je wel tegen je aanklappen.
als je afvraagt van waarom zegt hij niet zoveel. Kijk even links onderin naar de datum. En check dan even zelf wat voor dag dit gefilmd is. Elke dag van de week. Dat zegt genoeg hoor. Allemaal landerijen. Dat is altijd wel mooi om te zien. Een stukje hoe het er eigenlijk vroeger aan toe ging in Nederland. Ja, overal zo'n beetje. Totdat er een of andere projectontwikkelaar komt die een stuk grond opkoopt en heeft besloten dat daar een industrieterrein moet komen in overleg met de gemeente. Zodat er weer flink wat zakken kunnen worden gevuld. En dus een stukje nostalgie zo mooi ineens verdwenen. Zie je toch wel vaak gebeuren, helaas. Maar ja, er zijn ook bedrijven nodig. Mensen hebben geld nodig, werk nodig. Of andersom, werk en geld nodig. Als er geen bedrijven zouden zijn, dan had ik ook niks te rijden. Zo is het ook. Economie.
testlocatie verkeerssystemen. Hier verzinnen ze al die fijne snufjes. Tenminste, dat verzinnen ze niet hier, maar dat testen ze hier uit. Om jou even een poot uit te kunnen draaien. Onder andere camerasystemen voor gordelgebruik, bellen in de auto. Oftewel het vasthouden van een telefoon, dat mag namelijk niet, hè. Allemaal bellen in de auto, maar ik mag geen telefoontoestel vasthouden. En snelheid, maar ook kentekendetectie, dat is dan wel weer mooi. Criminelen op de sporen. Afslag De Meren. En wij gaan dan zo dadelijk één baan om naar links om op de A12 te kunnen blijven. Ja, ik kan twee kanten op, hè. Richting Amsterdam en richting Zuid-Hogebos.
even richting Arnhem rijden. Ja, die zijn we alweer bij Utrecht, hè? Wederom één baantje om, want anders gaan we richting de A27. Die kruisen we zo dadelijk op. A27. Daar kan ik een aantal kanten op. Richting Hilversum rijden. Maar ook afsplitsen naar de A28 richting Amersfoort. En de andere kant op richting Breda, uiteraard. Doen we allemaal niet. Rechtdoor, rechts zo die gaat. Richting Veenendaal. Eigenlijk een heel simpel ritje, stel die zilver voor.
Zometeen de afslag Marendoorn. Nou, vroeger toch ook regelmatig wel eens wezen wandelen met wat hondjes. Met een hondje. Twee hondjes. Eentje. Ben je weer. Een hond sowieso. Mooi bosrijk gebied hoor. Kan je lekker een stukje lopen. Zeker in de herfst prachtig. Mooie herfstkleuren.
Veenendaal al aardig. Ik zag Veenendaal West al op het bord staan. Voedsel, allemaal lekkere kippetjes. Oh, die lopen lekker vrij rond. Lekker hoor. Een gek op kip. Maar die zullen voor de eieren zijn, verwacht ik zo. Scharreleieren. Heel knap.
hier Veenendaal West op de borden staan. Maar dat was denk ik zo al een kilometer of 8 geleden. Wie ziet dat Veenendaal zo groot was? Heb je alle vreedschuren zo'n beetje bij elkaar zitten? McDonald's, Burger King en KFC. Nou, dat zijn toch wel de drie lekkerste. Tenminste, lekkerste, maar de drie grootste. Dan heb ik nog een Oriental dingetje, weet ik het. Die van alles. Ja, je kan er wel beter ver van weg blijven. Want, zeker als je zittend werk doet, zoals ik, dan krijg je straks je stuur niet meer rond. Afslag gaan wij pakken. De Veenendaal Arena staat erop. Ja, de klomp is denk ik echt een gat in de klei, want het staat niet eens op de borden. Maar ja, we moeten er toch echt naartoe. Parachute even uit en het anker. Totdat we... Dat maar weer. Ik hoorde een hele grote klap onder me vandaan komen. Ik weet niet wat het was. Ik denk dat de luchtbal geklapt is. Geen band zo te zien.
nog heel, dus dat is het niet. Dat had ik ook wel gelijk gemerkt. Ik denk dat er een van de luchtbalgen van de oplegger geklapt is. Het verlies geen lucht onnodig, dus oké. Okay. Ik zei al, in de middle of nowhere ga ik afscheid van je nemen. ja, in een volgende video, als ik hem ga opnemen, zeg maar, de rit hier vandaan naar waar ik dan weer heen moet. Dan laat ik wel even weten wat het geweest is, die klap. Misschien was die wel niet bij mij vandaan, maar van een vrachtwagen achter mij. Dat kan, want er zat nog eentje achter mij. We gaan het straks even bekijken. Bedankt voor het meerijden. Graag tot de volgende keer als ik weer een beetje wakkerder ben. Fijne dag en toedeledokie!